Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Jongens, ik heb er weer super veel zin in. Thank you very much voor alle reacties die gisteren zijn gegeven. Jullie zeiden van allemaal dingen wat ik moest doen. Dus er is genoeg te doen. En als allereerst, ik zag in de reactie staan: Sam, beveilig je kantoor. Want zoals dit, hier, Dutch Killer Dennis is hier. En Speedy Maarten, die staan daar prima, weet je. Dat is allemaal goed, maar ik wil hier een computer. En in de computer moet je je wachtwoord invoeren. En dan kan je in mijn kantoor komen. En dat moet ik eigenlijk wel hebben, want ja, dit is natuurlijk, dit kan natuurlijk niet. Iedereen kan natuurlijk niet, of iedereen mag niet mijn kantoor in of zo te zeggen. Mag wel, maar weet je, het idee erachter. Hetzelfde geldt hiervoor, hier moet ook een wachtwoord komen. Nou, hier staat zelf al een computer, dus ik moet even kijken of ik hier überhaupt... Wow, what the fuck? Of ik hier überhaupt wel een deur ga maken. Ik denk sowieso eerst hier een deur en dat ga ik wel doen. Ik heb de berg er weggehaald, oké, dit kan zelf ook weg. Er gaat natuurlijk een invite uit. En dat zal natuurlijk super tof zijn. Om hem gewoon nu meteen te announcen. Dus jongens, bij deze. De invite is gewonnen door Simon. Oftewel Smoothie. Misschien... Ja, yeah, dat bedoel ik. Ding, 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 ding. Yeah. Gefeliciteerd bro. Simon, oftewel Smoothie. Die heeft een heel mooi bericht gestuurd via Twitter. En... Ik las het en ik dacht van, nou weet je, dit ziet er gewoon goed uit. Goed ingedeeld hoe dit nou in elkaar zit. Dus bro, ik neem contact met je op. Als het goed is, kan jij morgen op de server. En dan kunnen wij gewoon gezellig, kan je gewoon hier ook gaan bouwen. Dat zal natuurlijk super tof zijn. Er gaat natuurlijk binnenkort weer een invite uit. Alleen dat nog niet. Want wij gaan eerst, eindelijk, na zo lang, gaan wij een lucky block openen, jongens. Ik ga gewoon zeggen, bij elke 1000 likes... we gaan gewoon zo zeggen. Als het vandaag de 1000 likes zijn gehaald, gaan we morgen een lucky block openen. En gaan we even kijken hoe dat in elkaar zit. 1000 likes, ik weet zeker dat we het kunnen halen. Let's do this. En wij gaan nu hier een security opzetten. Want dit is natuurlijk extreem druk hier zo. Voor de mensen die afvragen van Sam, hey, waarom upload je niet meer op 60 fps? De wereld, de Minecraft zelf, haalt zelf geen... Nou, haalt af en toe 60 fps, like zo. Minecraft is meestal als jij heel veel machines bouwt of als jij heel veel dingen bouwt. Dat gaat laggen, om zo te zeggen. En moet je trouwens kijken. Bam, hoppakee, superveel XP. Maar dat gaat laggen raar genoeg. Kijk, hier heb ik gewoon 40 fps. Maar sommige plekken heb ik 20 fps. En in een nieuwe wereld heb ik gewoon 60 fps. Terwijl ik zo werkt Minecraft. Wat natuurlijk wel jammer is. Maar dus ik upload niet meer in 60 fps. Want ik haal nu ook zelf geen 60 fps meer. Ik haal nu gewoon 30. En het is nog steeds te doen. Ik ga nog steeds gewoon prima opnemen. Alleen dat jullie dat weten. Even kijken. Wij hebben een computer nodig. En die computers staan tegenwoordig niet meer hier. Die staat natuurlijk bij de ME. Terminal. En dan gaan wij... Ik heb zelf een piece of code gevonden op het internet. En die gaan wij even editen, om zo te zeggen. En dan kunnen wij gewoon een computer fixen. Dit is een disk drive. Die heb ik niet nodig. Wij hebben gewoon serieus een computer nodig. Dus we gaan... hier een advanced computer. Ik jat die gewoon. Fuck it. Ik jat hem gewoon. En hoe maak je een computer? Vraag jullie waarschijnlijk af. Ik denk niet dat het zo super moeilijk is. Maar je hebt hier een computer. Is wat steen, redstone en glass pane. Super makkelijk. En dit is gewoon gold. Dus zo moeilijk is het niet. En wij hebben zelf natuurlijk ook een iron door nodig. Dus we gaan even wat iron hier zo in elkaar plakken. Hoppakee. En dan gaan wij het wachtwoord gaan wij neerzetten. En ja, wat is het wachtwoord? Nou, gaan jullie waarschijnlijk afvragen. Dat is geheim. Niemand mag dat weten. En ik moet zelf ook een wachtwoord natuurlijk verzinnen. Ik ga even de piece of code bijna halen. Zo, hoppakee. Ik weet niet precies wat ik moet typen om de code te laten werken. En jullie kunnen gewoon gezellig meeschrijven. Dus als jij denkt van, hey Sam, ik wil ook een wachtwoord op mijn computer of op mijn deur. Volg dan deze stappen. Je moet, als het goed is, eerst edit PC, als het goed is. There you go, edit PC. Oké, dan gaan we dus print. En dan hekje. En dan twee dubbele punt. Moet ik zo doen. Hoppakee. Project. Wat zal ik doen? Kantoor van Midnan. Zo, hoppakee. Kantoor van Midnan. En dan weer van die brackets. En dan deze dicht doen. En zit hier achter, allemaal achter me te schieten. Dus dan write. Hekje. Dan weer dubbele hoogkomma. Paswoord. Nou, je hebt natuurlijk wachtwoord nodig. Paswoord. Dubbele punt. Spatie. Staat even wat mooier. En dan zo. Hoppakee. Right. En het ziet er ook mooi uit dat het in het rood staat. Dus dat is super chill. Ze kunnen me natuurlijk nu allemaal lezen wat ik type of niet. Dat is super crap. Want dan kunnen ze mijn wachtwoord weten. Dat is super. Moet ik zo meteen even zeggen dat ze weg moeten. If paswoord is
testing. Oh, wacht. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Weet je, ik doe gewoon testing. Want dat staat in die file die ik heb gedownload. Then. Print. Zo. En dan moet er een... Oh, hoeft er geen spatie tussen. Zo, hoppakee. Welkom, Sam. Hoppakee. Dus als de wachtwoord correct is, dan staat er als het goed is welkom, Sam. Ik weet het niet zeker. We gaan gewoon even testen. Ik weet het ook niet allemaal 100% zeker. We zullen het zien. Print. En daarna sleep staat hier. Sleep 1. Zo, ik weet niet precies wat dat doet. Redstone.set output left voor mij is dat. Want hij moet naar de linkerkant. Dus, of misschien is het hoe hij feest aan de rechterkant. Maar ik ga nu zelf... ik doe gewoon right. Ik ga gewoon gokken dat het right is. Ik klikte op het verkeerde knopje. Save. Save. Oké, save to PC. Oké, maar wat heb ik gedaan? Oké, fuck it. Output. En dan moeten we hier right doen. Comma. Spatie. True. Hoppakee. En dus die password is testing. En maar ik wil eens even kijken dus of hij gaat werken. Sleep. Schreef je. Of hekje. Wauw, ik kan niet meer praten. Hekje 3. OS.shutdown. I guess, dat hoeft denk ik niet. Ik denk niet dat hij helemaal de shutdown moet. Maar dat is als hij niet goed is, dan gaat hij waarschijnlijk offline of zo. I don't know, we zullen het wel zien. Else. Print. En je pas is... Nee, dit is dus als jij het wachtwoord verkeerd hebt. Dan, wat gaat er dan staan? Go away. Je bent Sam niet. Zo, hoppakee, want ik weet natuurlijk het wachtwoord. There you go. En dan moeten we weer haakjes zo. Oh my god, niet dubbel W. Dat deed Lars hier waarschijnlijk. sleep 1. Zo, 1. OS.shutdown hekje. En dan een end. Nice. Jongens, kunnen jullie even weggaan? Maar dan kan ik mijn wachtwoord even chill invoeren. Kijk, oh, dit vind ik zo fijn, hè, dat ze gewoon luisteren en dat ze gewoon weggaan. Heerlijk, daarom laat ik die mensen op de PA modpack. Omdat als ik het zo zeg, dan gaan ze ook weg en dan gaan ze niet verder klopen. Dat is super gunstig, thank you very much. Oké, dus ik denk dat dit goed is. En save to PC en dan moeten wij dus save en exit doen. En als het goed is, is hij nu gewoon edit PC. Dus als wij PC doen, PC, PC, PC... PC, 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 PC. Oké, misschien niet. Edit, PC. Is hij goed? Als het goed is, moet hij het toch doen? We gaan even kijken hoe we dit kunnen fixen. Oké, jongens, eindelijk. Ik heb een betere code. Die vorige code die ik deed, die deed het raar genoeg niet. I don't know. Simoontje en ik... ik moet mijn cam trouwens even hier zetten. Zo, hoppakee. Simoontje en ik zaten er even aan en we begrepen het probleem niet. Maar nu wel. Wat we even moeten doen, we moeten dit even allemaal verwijderen. Hoppakee. Get out of my way. En dan kunnen wij nu ons wachtwoordje invoeren. En als jullie ook deze code willen, het enige wat je hoeft te doen is paste bin get w... Hoofdletter W, hoofdletter X, kleine H, hoofdletter X, S4, hoofdletter K, hoofdletter G in te voeren. En daarna het programnaam. Dus bijvoorbeeld zoals dit wat ik zeg. En daarna bijvoorbeeld PC of zo. PC of wachtwoord of weet ik veel wat jij wil. Dan krijg je dit. En hier kunnen we alles lekker gaan editen. En dat is ook precies wat we gaan doen. Nu als hij opstart, dan moet jij moet jij... Key 1, 2, 3, 4 invoeren. Maar dat willen we natuurlijk niet. We willen natuurlijk het coole doen. Oh my god, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Oh my god, what did I do? What did I do? Exit. Edit PC. Oké, maar begin overnieuw. Dit werkt zo niet. Oké, dus je moet eerst deze lines weghalen. Dat je event of OS pool event bla 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 voor hebt staan. Daarna willen we hier staat dus write password. Dus dan staat erin van je moet je wachtwoord invoeren. We willen natuurlijk even wat cooler doen. We willen wat willen we weer toevoegen? Wachtwoord. Wachtwoord. Gewoon wachtwoord. Wachtwoord. There you go. Wachtwoord. En wachtwoord. Mijn wachtwoord is... Ha! Ga ik nog niet invoeren. Ik doe eerst nog gewoon even 1, 2, 3. Dan kan ik dat makkelijk even testen natuurlijk. Even kijken. Print password correct. Dat wil ik anders doen. Dan wil ik natuurlijk zeggen... Hallo Sam. Welkom terug. Dat lijkt me wel leuk om te zien. Hallo Sam, welkom terug. En dit klopt gewoon. Debug, daar hoeven we niet aan te zitten.
Even kijken. Entering. Oké, dus als je 3 keer fout hebt, dan gaat hij dus voor 5 minuten gaat hij lokken. En dat wil ik inderdaad ook. Dan kan niemand erin in 5 minuten. En natuurlijk, je kan gewoon de deur slopen en that's it. Maar ja, even goed. Even kijken. Dus... je... failed. Gewoon failed. Ik denk gewoon serieus failed. Ik denk dat het wel leuk is. Failed en locked voor 5 minuten. 5 minuten. Dat moet anders. Oh my god, wat dit uit doen. Oh, deze heb ik weggehaald. En dat doen wij. PC is... freeze. Nee, wat zullen we daarin hier invoeren? Je kan nooit meer naar binnen. Mohahaha. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Paswoord incorrect. Dat willen we natuurlijk ook aanpassen. En dan wil ik ook gewoon failed neerzetten. Dat vind ik wel leuk. En dan end. En dus we gaan even kijken of dit werkt. Ik moet natuurlijk wel even mijn paswoord aanpassen. En dat mogen jullie natuurlijk niet weten. Dus ja, here we go. En ik ga even kijken of hij het nu doet. En dan doen wij PC. En dan kunnen wij wachtwoord invoeren. En dan voer ik dat in. Hallo Sam, welkom terug. En dan gaat de deur niet open. Dan gaat de deur niet open. Oh my god. Oh my god. Maar dat kunnen we fixen. Dus dan doe ik even snel dit. Wat een herrie is dit. Holy shit. Er zit hier iets boven. En ik weet niet wat. Maar het blijft maar schieten. En het is niet echt bepaald goed ofzo. En het is allemaal hier zo. Oh my god. Misschien is het tijd om even deze dudes hier te killen. Get out of my way. Yeah, you die. En jij mag dood. Hoppakee. En jij mag dood. Fijn. Oké, ze zijn allemaal dood. Heerlijk. Lekker rust hier zo. Of toch niet. Ze zijn er nog steeds. Maar waar zijn ze dan? Ze zijn hierboven dan of zo. Misschien zitten ze hier wel in. Nee. Waar de fuck zijn ze? Misschien zitten ze hier beneden. Ik ga gewoon even naar beneden. Want wat een herrie zeg. Je hoort, het enige wat je hoort is... Het enige wat je hoort. Ik denk dat ze hier zitten. Ja, kijk. There you go. Get out of my way. Nice. Wij hebben rust. Wij hebben rust. Oké, ze zijn allemaal dood. Deze little fella nog. En wauw. Oké, rust. Jongens, mijn wachtwoord is gelukt. Hij zit erop. En hij doet het ook. En dit is super chill. T-Simoontje trouwens. Zo, op een gegeven. Want hij doet het en dat is super gunstig. Ik ga ze allemaal even laten zien. Kijk, dus je kan hier nu in. Waarom blijft hij openstaan? Waarom blijft hij openstaan? Dat klopt niet. Well, dit is awkward. Is hier toevallig een lever of zo die aan blijft staan? I don't know. Waarom blijft hij openstaan? Hij hoort niet open te blijven staan. Hij hoort als het goed is dicht te gaan. Maar misschien moet ik hem hier neerzetten. Dus als we nu mijn wachtwoord invoeren, dan gaat hij open. Maar hij gaat niet dicht. Hij blijft gewoon open. Dat klopt niet. Hij blijft nu open. dat is niet wat ik wil. Hij blijft... Oh, hij moet dicht gaan. Ik weet alleen niet waarom hij dicht blijft gaan. Dat is super crap. Oh, dat is super crap. Ik weet het niet. Maar ik vind het eigenlijk wel goed voor nu. Want ik heb in ieder geval nu nog dicht. Ja, I know. Hij zou hem als het goed is ook dicht moeten tikken. Alleen, weet je wat? Dat fix ik wel gewoon een andere keer. Ik vind het voor nu... Vind ik dit wel fancy. En wellicht kan ik deze... Want misschien is het ook wel handig dat hij gewoon open blijft. Misschien kan ik dit dan. Nee, dat kan ik ook niet fixen. Misschien moet dat op de computer of zo. Nee, dat werkt ook niet. Goddammit, dus hij kan ook niet dicht. Dat is super crap. Maar wat nou als ik dit doe bijvoorbeeld? Even kijken, dan maak ik deze bijvoorbeeld kapot. En dan zet ik deze hierin en dan voer ik mijn wachtwoord in. En ja, mijn wachtwoord kan ik super snel invoeren. En zo. Nee, dat werkt niet. Hij gaat niet dicht, wat super crap is. What the fuck is dit nou weer allemaal, jongens? Oh my god, goed. Uit de nether, too hard to get, man. Het is echt niet te doen. I know, de nether moeten we ook nerven. Wellicht ga ik de hele apocalypse mod eruit halen. En dan weer erin stoppen en kijken hoe dat werkt. Kijken of de hele difficulty reset, om zo te zeggen. Want difficulty is een beetje heel erg extreem. Dus wat ik zo meteen ga doen. Ik ga een backup maken. En dan ga ik zo meteen even kijken of dat te fixen is. Ik weet het niet zeker. Maar het zal natuurlijk wel mooi zijn als het wel te fixen is. Anders blijft hij altijd... Je moet wel sleep 3 doen, hè. Anders blijft hij altijd open. Ja, nu geen zin in.
moet ik alles weer overnieuw doen. Zo, hoppakee. Ik heb serieus dat ding 3 keer overnieuw ingevoerd. Dus daar heb ik ook helemaal geen zin in. We gaan even kijken naar de dome. Want ze zeiden dat die af was. En ik ben toch heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat dat is. En even kijken. Ik kom natuurlijk niet meer uit de dome. Dus dan kunnen we hier naartoe. Op, op. Ik zal niet kijken naar het wachtwoord. Ah, oh, dat doe je toch wel. Maar dat maakt niet uit. Cool. Toen kijkt iedereen. Maar het is een heel makkelijk woord. Het is geen wachtwoord natuurlijk. Je moet hier ook helemaal geen wachtwoorden gebruiken die je echt gebruikt. Je moet gewoon random gebruiken. Dit ziet er fancy uit trouwens. Hier ben ik blij mee. Hier ben ik serieus blij mee dat het er zo uitziet. Super vet. Wat het enige nieuw... Oh, kijk, hier kan je nog in. Dat is best wel chill. Dan kan ik even snel naar binnen. Woep. Kijk, dus hier heb ik wel weer gewoon 60 fps. Zie je dat? Hier heb ik gewoon solid 60 fps. Maar daar, bij al die machines, niet. Dus ik moet er ook een beetje aan denken dat ik overal naartoe ga. Als ik het zie, onthoud ik het toch niet meer. Ctrl-R. Ctrl-R. Doet Ctrl-R. I don't know. Ik hoor een tikje. Dus wat er hier gaat gebeuren. Hier komt er nu een tempel. Een soort Romeinse tempel komt hier. En ik hoor hier ook allemaal monsters. Maar dat komt hier. En hier komen alle portals waar je overal naartoe kan gaan. En dat zal natuurlijk super vet zijn. We kunnen wellicht ook soort van met common blocks werken. Van als jij hierop staat. Dat je ver weg wordt geteleporteerd. En dat je overal eigenlijk huisjes kan hebben. En zo is het wellicht ook leuk om ooit een keer. Als ik bijvoorbeeld een single player wil maken tussen haakjes. Dan kan ik altijd gewoon hier overnieuw beginnen. En echt helemaal alleen beginnen. Dus dat is natuurlijk ook super chill. Niet echt dat dat gaat gebeuren ofzo. Maar het is mogelijk. Want we hebben nu al zo ontiegelijk veel. En dat is natuurlijk... veel vetter. Hey there, little fella. How are you doing? Maar de difficulty is natuurlijk een beetje extreem. Eigenlijk is de difficulty nu zo hoog. Zo, qua moeilijkheidsgraad is dit als jij al 2 jaar wellicht in je eentje zit te spelen. Dus ja, dat is best wel heel veel. Ik ben heel benieuwd wat voor huisje dit nou precies wordt. Want dit ziet er wel... Het ziet er fancy uit. Alleen... Ik weet niet echt waarvoor het is. Een mooie holystone. Ik weet ook nou niet wat we hiermee moeten doen. Misschien moet dit wellicht weg of zo. I don't know. Maar wat ik eigenlijk wou doen, jongens. Ik wou een tweede kamer, kan ik dat noemen. Het is niet echt een tweede... Ja, wel, het is een tweede kamer. Het is eigenlijk mijn huiskamer, wil ik gaan maken. Ik wil mijn huiskamer natuurlijk hebben. Ik heb nu een kantoor, maar ik heb zelf nog geen persoonlijk huisje. En dat wil ik gaan maken. En waarom wil ik dat maken? Allemaal in deze berg. Hier zo. Alles wat je hier ziet, wil ik gewoon een chill huisje van maken. Dus dat is ook waar ik gewoon lekker aan ga beginnen vandaag. We gaan gewoon dingen uitgraven en wij gaan gewoon een chill huisje maken. That's it. En mij lijkt het wel heel mooi om dat hier te maken. Weet je, dan staat hier gewoon een deur. En dan ga ik hier gewoon alles bewaren. Van alles wat gewoon van mij is, kan ik hier gewoon lekker in opslaan. Wil ik het groot maken? Deels. Ik wil het niet extreem groot maken. Ik wil het gewoon lekker knus hebben. Een badkamer wil ik hebben. Ik wil gewoon alles eigenlijk wat je gewoon in het normale leven ook gebruikt. Lijkt me het wel heel erg leuk. Eigenlijk best wel heel erg dat je dat dan in Minecraft zit te maken. Terwijl je het in real life eigenlijk ook kan doen. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Want het is natuurlijk Minecraft. En daar gaat het om. We moeten even kijken. Want we kunnen niet al te hoog, denk ik, bouwen. Dus we moeten wellicht ook een beetje omlaag. Maar dat maakt natuurlijk ook helemaal niet uit. Ik ben heel erg benieuwd tot hoe ver ik kan komen. En dit werd ook gesuggest in de reacties van gisteren. Jullie zeiden van... Hey Sam, je hebt eigenlijk nog helemaal geen eigen huisje. Je hebt natuurlijk wel een kantoor wat natuurlijk hartstikke vet is. En best wel gunstig om dingen mee te doen. Maar wat jij eigenlijk helemaal niet hebt, is een huis. Je hebt gewoon geen huis. Je hebt niks. Je kan, als jij ergens naar huis wil, dan kan dat niet, om zo te zeggen. En toen dacht ik echt van, je hebt gelijk. Ik heb inderdaad helemaal geen huis. En dat vind ik jammer. Vind ik serieus jammer. Dus ik wil een huis gaan maken. En ik zie nu al dat we hier een soort verhoging hebben. En ik weet precies wat we daar mooi mee kunnen gaan maken. Kijk, als we dit nou even... Kijk, ik maak het even lelijk. Ik weet dat het niet klopt. Maar als we hier bijvoorbeeld dan ons bed gaan maken. En... dan maak ik dit zometeen ook allemaal van die birchwood panels. En dan hebben we hier een soort royal bedroom. En dat is natuurlijk super chill. Hoppa, ik heb een basic factory. Dat heb je inderdaad nodig. Dat is super gunstig. Ik vind het wel leuk hoeveel mensen hier eigenlijk gewoon lekker aan de gang mee zijn. Oh my god, oké, dit was niet de bedoeling. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Want hier, dit kunnen we gewoon soort van weghalen, om zo te zeggen. En dan kunnen we... Het ziet er natuurlijk niet natuurlijk uit, maar dat hoeft ook nog helemaal niet. Want hier, wat ik hier ga maken, is gewoon lekker veel glas en zo. En dat je gewoon... Want ik wil ook gewoon een lekker open huis hebben. Waar mensen gewoon lekker naar binnen kunnen kijken. Want ja, fuck it, Minecraft. Het is niet... Je zal me niet in één keer in het naki zien of zo, hoop ik. Dat het zal niet chill zijn. Maar hier kan je in ieder geval gewoon lekker chillen. En dan maak ik hier net als daar een beetje gewoon glas, dark glas. En dan kan ik hier gewoon een beetje uitbreiden tot hier of zo. En dan heb ik ook gewoon een chille bedroom. En gewoon een chill area om lekker te gaan bouwen. Dus dat is super chill.
En als het nodig is, kan ik hier ook met Palms Harvest Craft, wauw, moeilijkheid Sam, aan de gang gaan. En ik ga hier ook sowieso natuurlijk met Computer Craft aan de gang. En ik ga een bioscoop maken, lijkt me heel vet, want het werd ook gesuggest. Ik heb al die reacties hiernaast staan, dat is natuurlijk super tof. Om gewoon zoveel mogelijk van die dingen te maken. En vooral een bioscoop, weet je wat, dat ga ik meteen gewoon op de PM reactiebord neerzetten. Even kijken, ik weet niet hoe ik dat... Oh, die staat natuurlijk beneden. Hurpedurp. Oh, ik wil even kijken of dit nu goed is, want hij is wel dicht. Even kijken. Yay! Simoontje is echt een heldin, want ze heeft het weer gewoon gefixt, hè. Oh my god, she just fixed everything. Super chill. Het PM reactiebord. Oké, die staat inderdaad niet meer. Die staat daarboven. En ik weet niet meer hoe ik die kan opstarten. I can't remember. Even kijken, je hebt hier PM. Misschien is het PM. Als het goed is het PM, ja. Hallo, kan ik typen? Ik kan niet typen. Terminated. Oké, okay, thank you. PC. PM. There you go, PM. Kijk, dat is dit dus. En dat is het reactiebord. En we moeten dus al deze dingen doen. En ik wil dus ook een disco, maar ik wil ook een bioscoop. Dus edit, PM. En dan doen wij gewoon geen hoofdletter. Monitor.write. Haakje. Maak een... Oh, ik doe het verkeerd, want dan hoort je in het rood te staan, toch? Of niet? Nee. Maak een bioscoop. En dat zal natuurlijk super tof zijn als wij dat ook gewoon kunnen maken. En deze was van... Wauw, dan moet ik even scrollen. Even kijken. Oh, dat is een hele rare naam. 1, 2, 3... Oh, wauw. Dat moet ik wel goed doen. Maak een bioscoop. En waar kan ik die naam dan doen? Dat staat er allemaal voor. Oh, Simone. Oké, dan moet ik hier doen. 1, 2, 3... Games... Zo, een hele leuke naam, want ik zeg altijd 1, 2, 3 kappen en dit is 1, 2, 3 games. There you go, 1, 2, 3 games. En hij zegt, maak een bioscoop. En dat zal ik ook zeker weten gaan doen. Ondanks je epische naam, maak een bioscoop. Hoppakee, monitor.write. Monitor.write. What the fuck, lul ik nou weer allemaal. Monitor.set cursor pos. Zo, 1,10. Hoppakee. En als het goed is, doen we zo save to PM. En dan willen wij exiten. En dan starten wij weer PM op. Hoofdletter PM. Wow, I guess I fucked up. Edit. Oh, kan ik typen? Oh, wow. Oké, edit PM. Als het goed is, hebben we iets verkeerds gedaan. Oh, kijk hier. Dit is verkeerd gegaan. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maak een spawn lobby. Dat klopt toch allemaal? Hij is ook niet gesaved. Oh, hier 1, 2, 3 game staat ineens hier. I guess I fucked up, want hij begon niet zo goed. Oh, goddammit. Dus dit moeten we weer even weghalen. Zo, en deze moeten we weghalen. Get out of my way. En dan doen wij nu save, I guess. En exit. En nu PM. En is dan alles gewoon goed? PM 18. Lijn 18 klopt niet meer. Oké, lijn 18. Dus daar rechtsonder zie je lijn. En dit is 18. Dit klopt niet. Set cursor position. Nee, oh kijk, dit klopt niet. Hier zo. Hier zo. En als het goed is, PM. En hij klopt weer. Oké, dus dat is super chill. Dan kan ik weer edit PM doen. En dan kunnen we weer precies hetzelfde doen wat we net deden. En dat is ook wat ik gewoon ga doen, Martijn. En dan moeten we even kijken. Monitor.write. Nee. Moeten we hier write doen? Nee. Set cursor, dat zijn we vergeten. Set cursor, hoofdletter C, cursor, position, dubbele punt, 1,12. Zo, hoppakee. En dan monitor.write. En dat was 1, 2, 3. Games zegt, maak een bioscoop. En dat zal natuurlijk super tof zijn als we dat kunnen maken. Ja, een bioscoop is awesome. En dan doen we nu save to PM, exit PM. En als het goed is, 1, 2, 3 games staat er nu bij. Met maak een bioscoop. Wow, wat veel games trouwens. Hier heb je Gamer Robin. Heb je Yannick Games. 1, 2, 3 games nu. Fucking grappig. PM reactiebord. There you go. Dus er staat er nog eentje bij. Super chill. Als je ook een reactie wil achterlaten, kan het gewoon een reactie neerzetten. En als ik denk van, hé, dat is wel leuk om te maken, dan kunnen we dat doen. Een bioscoop ga ik denk ik nu toch wel echt op focussen. Ik denk dat een bioscoop een superleuk project is om te doen. En dat kunnen we ook gewoon in mijn huis kunnen we maken. En dan kunnen we gewoon een paar stoeltjes maken. En dan kunnen we heel veel monitoren aan elkaar sluiten. En dan kunnen we dat gaan fixen.
zijn. Ik denk serieus dat dat super leuk is. Jongens, ik wil eigenlijk nog even één ding gaan enchanten. Maar ik weet niet wat. En we gaan denk ik gewoon een paar boekjes enchanten. Want we hebben zo ontiegelijk veel XP. En ik ben best wel heel erg enchantment verslaafd. Dat is best wel heel erg. Want ik vind het gewoon super leuk om iets goeds te krijgen of zo. Gewoon, ik weet niet. Het is... Sinds ik met Enzo aan het opnemen ben, vind ik enchant inderdaad heel erg spectaculair of zo. Ik weet niet. Het is heel raar. Maar wij gaan gewoon even lekker wat enchanten en hopen dat wij goede shit op dit zo krijgen. Het zal natuurlijk hartstikke fijn zijn. Het zal best wel crap zijn als wij best wel hele slechte enchants krijgen. Best wel logisch. Dit enchanter staat nu in de fabriek. Oké, super chill. Dit kunnen we nu zo. En dan kunnen we rechtermuisknop spammen. Maar kijk dan hoeveel XP hierin zit. Die is echt niet normaal. Hoeveel XP hierin zit. En we gaan gewoon twee boekjes van 60 enchant. Ik denk dat het wel legit is. Want hier heb je wel als het goed is ook nog ontiegelijk veel enchantment books. I guess. Waar zijn alle enchantment books heen? Waar zijn serieus alle enchantment... Zijn die hier heen vuist? Oké, die zijn hier heen vuist. Dat is niet super erg. Maar ik moet natuurlijk wel een paar boekjes hebben. En dat hebben wij niet. Gegroet koning. Gegroet koning. Super veel koningen hier zo. Wij hebben natuurlijk wel gewoon een boekje nodig. En anders komen wij niet verder. Eens even kijken. Dat is een Airshard. Boek. Kijk hoeveel boeken we hebben. 64. Ik neem er gewoon 2 stacks mee. Wat is dit voor boek? Oh. Crimson Rites. De boek is Failed with Strange Symbols. Oké, dat is creepy. Maar nu hebben wij genoeg om even wat enchanten. Ik ga natuurlijk niet extreem veel enchanten. En ik moet gaan niezen. Ik voel een nies aankomen. Maar alleen die nies komt nu niet. Dat is wel super chill. Oké, jongens. Laten we gaan enchanten. Level 30. Sharpness 3. Super chill. Level 30. Infinity 1. En there you go. Infinity 1 en Sharpness 3. Super chill om te hebben. Deze gooi ik hierin. Deze gooi ik zelf ook hierin. Dat kan niet. Gooi ik die hierin. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze korte aflevering. Kan je eigenlijk zeggen. Voor mij is die heel lang. Ik ben al een uur aan het opnemen. Omdat ik die code niet begreep. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vergeet het blauwe duimpje niet te doen. Check jullie gewoon morgen weer. Een nieuwe aflevering van de PM.p. Bedankt voor het kijken. Root en ik zeg. Riot. Root Riot. Forest Parasites. Peace.